Ja, het zijn natuurlijk wel apparaten die een hele hoop stroom vragen. Dat betekent ook dat je accu relatief snel leeg is. Het is geen schroefmachine waar je met zo'n accu de hele dag op kunt werken. Alleen, 9 van de 10 keer sta je eigenlijk ook niet de hele dag te zagen. Hè? Je kort een keer een balkje af, een plankje, je maakt even iets op maat, je zaakt een stekkie. En vervolgens ga je dat monteren en ben je daar weer even tijd mee kwijt. Kun je er eigenlijk van uitgaan als je zo'n zaag hebt. Dan kun je eigenlijk gewoon fatsoenlijk een hele werkdag met zo'n ding aan de slag. Ja, wat mij betreft is er eigenlijk geen enkele reden meer om niet voor een accu afkortzaag te kiezen. De enige uitzondering is, stel dat je in een werkplaatsje bent. Of je wil bijvoorbeeld voor bij je thuis in het schuurtje wil je een afkortzaag aanschaffen. Ja, daar heb je natuurlijk altijd stroom. Dat ding staat waarschijnlijk ook in een redelijk stationaire opstelling.